Goedenavond, welkom bij aflevering 12 van ons maandjournaal, wat dit keer iets korter is dan gewoonlijk. Deze keer besteden wij aandacht aan de onthulling van het Liefdingmonument, de open dag bij de brandweer en de open monumentendag. Maar nu eerst het Liefdingmonument. Begin deze maand is het Liefdingmonument in Muidenberg onthuld door minister van Financiën Wim Kok en de president van de Nederlandse Bank Wim Duisberg. Ja, jullie hebben het over laten doen. Ja, de tamtam, hè. We'll be right back.
praten. Kan je wat voeren? Kan je niet Batterijtje. Jack! Jack! Overal een wijntje in mij nou. En een hut. Mijn ladder. Kijk, kijk, kijk. Ja, even wachten op de onthulling. Het is... Het is... Een idee ontstaat niet zomaar. Directe aanleiding was de biografie over Liefdink, geschreven door de journalisten Bakker en Van Lent. Of beter, het was een artikel in het Financiële Dagblad over dat boek, waaruit ik voor de eerste keer opmaakte, en ik woon al 25 jaar in dit dorp, dat ik voor de eerste keer opmaakte dat de beroemde Pieter Liefdink uit Muiderberg kwam. Het idee voor een gedenkteken sloeg onmiddellijk aan. De familie, die ik uiteraard als eerste polste, reageerde enthousiast. En er kwamen positieve reacties van het ministerie van Financiën, van de Nederlandse Bank, de Nationale Investeringsbank, Rabobank Nederland en vele andere personen en instanties. Dat was voor ons aanleiding om de werkgroep Liefdink op te richten, een comité van aanbeveling te formeren, gelden in te zamelen, een kunstenaar te selecteren en de onthulling te regelen. En u bent hier alle naartoe gekomen om dit waarschijnlijk unieke feit mee te maken. Ik kan mij althans geen land in de wereld voorstellen waar een monument staat voor een oud-minister van Financiën. Ik ook al de leden. Ja. We zeggen net tegen elkaar, dat is een gezond beroep. Een gezond beroep. Je wordt er oud bij. Je. Woonhuis. Van de huidige Muiderbergers zullen weinigen de familie Liefdink en zeker Pieter Liefdink zich kunnen herinneren. Pieter was niet alleen nog erg jong in die tijd, maar hij ging hier ook niet naar de lagere school. Zijn vader vond de invloed van het toenmalige dorpshoofd van de school, invloed op het geestelijk en christelijk opvoeding van Pieter, nou niet zo geslaagd. Kortom, het dorpshoofd vond hij atheïstisch, het hoofd van de school. Dus kreeg Pieter thuisonderwijs van zijn vader hier. En pas toen hij een jaar of 10 werd, toen ging Pieter naar de Mulo in Naarden, pakte zijn fiets en ging langs de Naardentrekvaart naar Naarden. En veel jongeren, als ze hier ook staan, weten dat dat nog een aardig eindje fietsen is, vooral als het regent en de wind tegen. Er ging ook wel een trammetje in die dagen, dat kostte 10 cent en dat vond vader Liefdink te duur. Destijds de bezem door het zwarte geld gehaald om de economie schoon te vegen. En nu zal een van zijn kleinzonen met een bezem de herinneringstegel schoonvegen en daarmee ook onthullen. Hallo.
jaren weg te werken. Het meest, het is zojuist ook al gezegd, het meest uit die jaren bekend is de geldzuivering van 1945. Het tientje van Liefdink leeft in veler herinnering voort. Deze week nog kreeg ik een brief van twee hoogbejaarde dames die hadden gelezen over deze naderende onthulling van het Liefdink monument. En ze stuurden me een van die vele rijmpjes uit 1945 getiteld 10 gulden. Ik citeer een paar frasen daaruit. Voor 1 week zijn we even rijk. Voor 1 week allemaal gelijk. De kleine man en de meneer. Elk krijgt 10 gulden, niemand meer. Zo wordt als men het geld saneert door menigeen een les geleerd. Want nu merkt iedereen pas goed wat men wel met 10 gulden doet. Het is opmerkelijk tot hoeveel rijmpjes, prenten, Liefdink, spaarpotten en nog veel meer attributen het optreden van Liefdink de bevolking heeft geïnspireerd. Liefdink was zonder enige twijfel en zijn kinderen die hier weten dat nog heel goed, de meest verguisde minister van Financiën van na de oorlog. Toch, 45 jaar later, onthullen wij hier een monument voor hem. Dit mogen Kok een troost zijn. En over uw hoofden heen zou ik tot de bevolking van Bergambacht willen zeggen, richt alvast maar een comité op. Ik vind het monument. Nou, ik wou zeggen, ik vind het hier eigenlijk helemaal heel gezellig en ook enthousiasmerend dat je ziet hoe mensen zo fantastisch bezig zijn geweest om dit allemaal voor te bereiden en te organiseren. Hier zit dus een hoeveelheid initiatief achter en enthousiasme van mensen, de heer Mok, maar ook alle anderen. Ja, dat is hartverwarmend, want zo moet het eigenlijk gaan. Hè? Mensen moeten het allemaal zelf doen. Ja. Waarom heeft u gehoor gegeven deze uitnodiging? Is Liefdink een bijzonder mens voor u? Om 2 redenen. In de eerste plaats moet ik echt zeggen dat de initiatiefnemers ook buitengewoon vasthoudend zijn geweest om mij iedere keer duidelijk te maken hoe belangrijk dit was. Tweede plaats ook een blijk van grote waardering en respect voor wat Piet Liefdink voor Nederland heeft betekend. Ook voor de wereld, internationaal. Maar Nederland, hij heeft natuurlijk toch samen met andere mensen na de oorlog de basis gelegd voor de welvaart waar wij nu hiervan genieten. En dat is toch altijd weer mensenwerk. En deze man is dus toch zeker ook niet altijd populair geweest. Hij heeft moeilijke dingen moeten doen, lastige keuzes gemaakt. Hij heeft het gedaan. En ik vind dat zo'n plaatselijke bevolking in de gemeente waar hij geboren is dit soort initiatieven neemt, moet je er als huidig minister bij zijn. Ja, komt er niet vaak voor dat een minister van Financiën een monument krijgt. Misschien is het enige wel in de wereld. Meneer Duisenberg maakte er nog even een grapje over. Komt er ooit een kwartje voor Kok op een sokkel te staan? Nou, ik zou zeggen, laten we nou eerst maar weer eens aan het monument voor Duisenberg en Heerenveen gaan werken. Dan zien we een aantal tientallen jaar later voor mij wel weer. Hè? Moet nog niet gelijk, hè? Nee hoor. Okay, dank u wel. Alles op zijn tijd. Oké. Dat klinken met de kunstenaar op het monument. Ja, dat is weer anders. Maar water ook, ja. Uiteindelijk een beetje met de zaak. Ik heb het niet zelf weer van drinken. Of, Wacht even, ik heb het nog. Ja, maar dat is anders. Laat maar. Lukt hij wel aan? Even voor en gelukkig. Om dit verstand te voorkomen, zou ik het comité van aanbeveling met de glazen. Ja, ik geef geen jokken door. Jokken? Even laten klinken. Met de oud-ministers even. Met de oud-ministers. Ja. Met meneer Duisenberg. Er zijn genoeg glazen voor alle in Muiden en Muidenberg. Iedereen die belangstelling had, kon komen kijken op de open dag bij de brandweer. Ze toonden hun materiaal en hielden demonstraties. We'll be right back.
Dit jaar trok de Open Monumentendag in Muiden weer veel bezoekers. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om met de boot naar Pampus te gaan. En vele Muiders maakten daar ook dankbaar gebruik van. Thank you.
gewoon om het hele fort heen. En je binnen is ook een sleutelgang, zoals we die noemen. En via de Fort Kernis, er zijn er twee, kan men van de buitenring in de binnenring komen. En ja, al is het in alle perfectie dan nog gemaakt. Om het nog een beetje aangenamer te maken. Want weet je, het was hier in het fort nooit meer dan 10 graden boven nul. Dat was de gemiddelde temperatuur. Dus lekker koud en lekker vochtig. En de soldaten die mochten maar 3 weken hier op het eiland blijven. Want als ze hier te lang zouden blijven, zouden ze ziek worden. Een van de angsten die we hadden, dat was natuurlijk dat de stand van het IJsselmeerwater nogal kan wisselen. Dus we hebben ook de vrees gegeven dat wanneer het water een keer zou aanwassen. En als u naar beneden kijkt, dan ziet u overal hier rails lopen. En die rails waren ervoor dat in die ruimtes om die centrale koepels heen, waarin het geschut stond, werden de kadoezen en het kruid werd klaargemaakt. Dat werd in die ruimtes hiernaast gedaan, werd op die karretjes gedaan. En die karretjes konden dan naar die geschutskoepels toe rijden om daar kruid heen te zetten. Je ziet ook dat die rails helemaal van de ene kant naar de andere lopen. En die is... Dat is een lichtje naar de andere. En daar ligt een groot watertank ligt hierin. Deze tank die is 1,40 meter diep normaal. En daar zat vroeger zat er een vloer over. Je ziet van die opstuin is en daar een vloer overheen. En daaronder was een tank die nog 1,40 meter diep zijn. Nou, die tank daar. Het regenwater dat op het fort kwam, dat werd door het zand gezuiverd en dat kwam in dit bassin terecht. En dat diende als drinkwater voor het hele fort. Hier lag dus de vloer overheen en waarschijnlijk is dus dit werd als drinkwater gebruikt. Wat u hier verder ziet, die pijpen, die dienden als communicatiesysteem in het fort. Die dienden als een soort spreekhuis en zo die op de zee kwam. Van de firma Groep met een diameter van 24 centimeter en die konden 8 kilometer ver schieten. Het nadeel was wel dat als ze eenmaal geschoten hadden, moesten ze 5 minuten wachten, want dan was het zo heet voordat ze het volgende schot konden lossen. Ze hebben dus in oorlogstijd nooit een schot gelost. Hieronder zitten gaten van 6 meter diep. Dat heeft iets te maken met de demping, de terugslag van die kanonnen. Vraagt u me niet hoe dat precies zat? Dat weet ik niet. Even denken, we moeten even oppassen met... We lopen een beetje vast, hè? Dan gaat het niet. Dit was aflevering 12 van het Maandjournaal. We hopen dat u weer met veel plezier heeft gekeken en tot volgende maand.